Ja? Hallo, 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 ja? Ja. Film je? Ja. Al de hele tijd? Ja. Yo, waarom zeg je niks dan? Assalamu alaikum mensen, nieuwe aflevering Vechten met Joes. En vandaag zijn we ergens, ja, ik zie vliegtuigen boven mijn hoofd, ik zie een snelweg daar, ik zie een snelweg daar. We zijn in Vijfhuizen, ergens in de buurt van Haarlem, Hoofddorp, omgeving. Allereerst, voordat ik verder wil gaan met de video, check even op de achterkant van mijn shirt. Shoutout sowieso naar de kledingsponsor Artletic. Dikke shoutout naar hun. Vandaag zijn we natuurlijk niet zomaar hier naartoe gekomen, helemaal richting Vijfhuizen. Want ik heb hier afgesproken met de super heavyweight. Deze man heeft het onlangs heel goed gedaan op het Glory toernooi. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Levi Richters. Wij zijn hier in de building en we gaan natuurlijk even checken hoe gaat het met hem. En ik ben wel benieuwd wat die... significant move is van HUT van Levi Richters. We gaan het allemaal meemaken. Jullie gaan mee. Ewa, kom mee dan. Wat wacht je? Levi Richters. Deze boomlange supermachine staat sinds augustus 2020 onder contract bij Glory. Tijdens Glory 76 liet hij in het mini-toernooi zien dat hij iemand is om rekening mee te houden in de heavyweight division. Ik zou zeggen, give it up voor deze vriendelijke reus. Niemand minder dan The Judge Levi Richters! Music, and if I just make a little bit of money, I'd rather do what I love with a passion and make a little money than go back to contract and then try to make a lot of money and be part of a society that doesn't even want me. Levi Richters, hoe is het met je allereerst? Gaat goed bro, hard aan het trainen, maar ligt goed op schema. Vandaag super benauwd, iets van 25, 26, wordt straks nog 28 graden. Hoe voelt het om tijdens deze temperaturen zelfs ook nog keihard te gaan? Ja, het is warm, het is heet, het is zwaar. Maar ik denk hoe zwaarder de training, hoe makkelijker het wordt in de ring. Glory 78 komt steeds dichterbij. Als we even gaan kijken naar je tegenstander. Jij bent zelf al een jongen van grote formaat, maar je tegenstander die wordt de Giant genoemd. Ja. Die is 2 meter 2, een Sloaak. Ja. Hoe kijk je zeg maar naar je tegenstander? Klopt, hij is een groot gozer. Hij is 2 meter 2, volgens mij 116 kilo, zoiets. Maar ja, daar kijk ik niet echt naar, man. Ik ga uit van mijn eigen krachten, mijn eigen snelheid. Dus dat komt helemaal goed, man. Het is niet dat je zeg maar denkt bij jezelf, oh, deze gast is nog groter dan ik. Ik moet misschien iets tactisch iets aanpassen of zo. Nee, we kijken vooral naar zijn vechtstijl en daar gaan we op trainen. Maar ik heb tegen genoeg zware jongens, grote jongens gevochten, dus het is niks nieuws, man. Fight of the Titans. Snap je? Precies. Zijn er dingen die je kan doen om jezelf zeg maar te laten ontspannen? Iets wat helemaal niks met kickboksen te maken heeft. Is er iets waarvan jij zeg maar echt houdt, een hobby of iets? Ik heb niet per se een hobby, man. Het is echt de focus op trainen, eten en slapen nu. Maar ik probeer bijvoorbeeld in het weekend wel zoals je een dag helemaal niks te doen qua training. En dan neem ik een massage of zo. Dat soort dingen, man. Maar ik heb niet echt een hobby daarnaast, man. Het is niet dat je zeg maar in je vrije tijd gaat vissen of zo. Nee. Zou ik eigenlijk wel moeten. Zou wel goed zijn, man. Even je hoofd helemaal wat anders. Maar nee, heb ik niet, man. Als ik ook kijk naar je trainer, de teamgenoten die hier ook zitten. Ik zie voornamelijk Marokkaanse boys hier zo aanwezig. Heb je een beetje Marokkaans geleerd in al die jaren? Of Berbers misschien? Ja, onze groep is echt multicultureel. We hebben Turkse jongens, Marokkaanse jongens. Mijn trainer is natuurlijk Marokkaans. Ik ben vaak in Marokko geweest voor trainingskamp. Waar in Marokko? In Houssima. En ja, daar heb ik wel wat Berbers geleerd. En tijdens het trainen probeer ik ook samen met trainer wat Berbische woorden voor de techniek en zo te leren. Ja? Ja, man. Wat is bijvoorbeeld een Berbers woord? Je kan geen scheldwoord of iets? Nee, sowieso niet. Nee. Ik waarschuw altijd op. Awide voor de low kick, Adara voor de high kick, Siri Vessel handen hoog. Ja, man, dat soort dingen. Sterk, Siri Vessel, hij weet deze man. Hey, leefjes Marokkane strijders. Ja. Ik heb ook een beetje ingelezen natuurlijk over jou. En ik zag dat jij ook bezig bent met maatschappelijk werk. Ik heb heel lang in een daklozenopvang gewerkt. Ja. Ben ik nu mee gestopt om echt de focus op het trainen te leggen. En nu ben ik bezig met een kickbox-event in augustus voor jongeren uit een kwetsbare doelgroep.
Dus ja, ik ben er wel mee bezig naast het sport, ja. Van waar trekt dat jou zo? Want je hoort niet elke vechter die zich zeg maar, zo maatschappelijk betrokken ook voelt. Ja, dat is gewoon iets wat ik sowieso na het kickboksen ook wil gaan doen. Dus nu probeer ik daarmee bezig een beetje ervaring op te doen. Zodat ik daar na mijn carrière in verder kan gaan, man. Ja, zie je dat ook echt voor je, zeg maar, om een soort van misschien wel een eigen stichting en zo te hebben en vanuit daar mensen te helpen? Ja, dat is iets wat ik graag wil. Een soort van eigen, misschien een eigen dagbesteding waar verschillende soorten doelgroepen kunnen komen. En dat combineren weer met sport, man. Komt dat uit jouw familie misschien zo, dat je maatschappelijk ook kijkt naar andere mensen? Dat je ook wil dat andere mensen het goed hebben of dezelfde kansen krijgen? Ja, mijn moeder is wel inderdaad een beetje zo. Die geeft Nederlandse les en inburger en cursussen en zo. En ik denk gewoon dat de sport heel veel kan betekenen voor iedereen, man. Dus vandaar dat ik dat wil doen en wil blijven doen, man. Stel je voor, je gaat er vandoor met die winst. Je pakt die winst, daar gaan we natuurlijk wel vanuit. Wat is de volgende stap daarna? Ik weet, het is een vervelende vraag, want dat is altijd zo met vechten. Heb je die ene, dan moet je weer naar de volgende. Maar ik ben wel benieuwd, want er zijn zoveel partijen op de kaart. Ook eventuele andere interessante tegenstanders. Was laatst live op Instagram met Ernesto Host. En je werd ook in die namen genoemd van potentiële kampioenen binnen een jaar misschien wel zelfs. Ik ben nu vooral gefocust op deze wedstrijd natuurlijk. Alle focus ligt daarop. En iedereen vraagt natuurlijk altijd Rico Badder. Maar ik ben nu volgens mij nummer 5, nummer 6. Dus mijn focus ligt gewoon echt op omhoog werken. Ik moet naar de top 3 en dan pas mag ik praten over de nummer 1 en nummer 2 en zo. Dus mijn focus ligt gewoon echt bouwen, ervaring opdoen. En dan uiteindelijk die titel pakken, man. Heb jij een move in gedachten die je met ons zou willen delen? Ik heb er wel eentje, man. Ik heb in mijn laatste wedstrijd ook een paar keer goed geraakt. Dus die kunnen we wel even doen, man. Ja? Ja. In de ring gewoon? In de ring, man. Let's go. Trainer lacht me uit daar zo. Hij is een beetje zeker. Let's go, mensen. Okay. Oh, rustige Levi. Ik zie je, hij staat al zo om mij heen. Oké. Wat, neem ons even mee. Welke techniek ga je ons laten zien? We gaan hem eerst inleiden twee keer. We gaan maken links direct. Rechts lichaamstrap, gaan we bewegen, gaan we nog een keer maken. Links direct, rechts lichaamstrap. Okay. Wacht even, dan gaan we die rechter omhoog gooien. En dan komen we met die springende knie achteraan. Aha! Yes, en dus je hebt twee keer heb je hem al geraakt aan zijn rechterkant. Okay. En dan denk je, hij komt nog een keer. Maar in plaats van met rechts, komt hij. Kom je met links. Ja? Hersens, mensen, hersens, intelligentie. Techniek. Ik leg deze veilig hier neer. Oké, dus staan, handen hoog, je maakt even. Bam, je blokt er. Nee, dan gaan we hier nog een keer hetzelfde. Boom. Je hebt twee keer geraakt af. Ja. Je denkt, kom nog een keer. Eén. Afgelopen. Oké. Okay. Willen we hem sneller doen? Sneller? Ja. Oké. Okay. Nee, kom nog een keer hetzelfde. Nu komt hij op. Maar nu heb je hem nog gevangen. Ik heb hem. Ik moet hem echt op de kussen. Ja? Dat je echt niet power voelt. Hebben we een verzekering? Ja toch, laten we het doen. Hebben we een grote kussen? Ik sta hier. Aha! Nee, die is goed. Ja, die komt hier ook. Ja, dat is nog. Oké, nog één keertje. Twee keer niet terug. Dankjewel, bro. Goede techniek, man. Goed. Probeer het niet thuis, zou ik zeggen. Mensen, Glory 78. Daar gaat deze man strijden. Ga deze man sowieso volgen op de gram. Hou alles van hem in de gaten. En heb jij nog een paar laatste woorden? Blijf me volgen, man. Giant, kom dan. Okay. Wat is er? Nee, geintje.